lage bloedsuikerwaarden. Hoe ontstaan ze en wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? Dat is eigenlijk een apparaat wat zorgt dat je dagelijks een kleine hoeveelheid insuline, net zoals bij een gezond iemand zoals jij bent, dat wordt toegediend. Alle ziektes die te maken hebben met hormonen, buiten dan misschien de dingen die de gynaecoloog doet, vrouwelijke hormonen, maar alle andere hormonen, daar specialiseert een endocrinoloog zich in. Aha. Waar mensen zich bijvoorbeeld heel erg in vergissen, is dat aan je vingers alles blijft kleven wat je in je handen hebt gehad. En als je dan in die vinger gaat meten, de bloeddruppel gaat meten op glucose, dan meet je ook mee wat er voor suiker nog op die vinger is blijven hangen. Toen ik afstudeerde is mij verteld, bedcellen komen niet meer opnieuw. Als je ze eenmaal kwijt bent, blijft ze kwijt. Dat bleek niet waar te zijn. Nee. En dat het ongeneeslijk was, bleek ook niet waar te zijn. Ze hebben al gesprekken gehad met hypotheekadviseurs, naar het salaris gekeken, allemaal geen probleem. Maar dan blijkt opeens dat er een levensverzekering nodig is. En dan zijn ze er niet goed over geïnformeerd dat die diabetes dan toch wel een groot probleem kan opleveren. De lunchbox. Maar de lunchbox was dan wel gevuld met een stukje koek of een druivensuiker. Te zorgen maar dat ik niet in de hypo belandde, want dat wilde ik niet. Er wordt te snel aangenomen, diabetes, dus kan jij dingen niet.